Neem het wel. Zet je de naam erop. Ready? Yes. Hi, mijn naam is Sander. Hoi, ik ben Nina. En wij zijn Stork. Hi, mijn naam is Sander. Hoi, ik ben Nina. En wij zijn Stork. Nou, vandaag laten we zien hoe een repetitie is bij Stork. Ja, want we hebben een aantal repetities gehad en we willen jullie heel graag laten zien hoe een repetitie eraan toe gaat. We beginnen altijd op de ochtend met... Zingen! Oeh, dat deed ze nog mooi ook nog. Nou, godverdomme. Goedemiddag, zeg. Voilà. Goedemorgen mensen, welkom. Bijna iedereen heeft al een plek, dat is mooi. Hoe vind jij het gaan? Doe wel even zo dan. Ik heb dus echt coole muziek. Ik ben elke keer dat ik echt denk, oh wat vet. Het klinkt echt heel goed en cool. Ja. Jij dan? Nee, bij mij gaat het gewoon slecht. Wat dan? Ja, gewoon. Ik kan niet zingen. Nou, ik kan wel zingen, maar niet goed. Ja. En dat vind ik gewoon heel lastig. Ja, oké, maar dat komt wel goed. Je moet het gewoon heel vaak doen en dan heb je hem wel. Oké, hoe gaat de repetitie? Ja, volgens mij wel goed. En dan komt eigenlijk mijn lievelingsdeel van de repetitie. De pauze. Pauze! En ja. Pauze is ook altijd gewoon heel gezellig met iedereen. Dat echt. Je merkt echt dat het een groep wordt. Dat is echt wel leuk. We zijn echt aan het bonden. Eet smakelijk. Jawel. Hoe vind je het nu dat de groep samen is? Compleet is? Ja, heel bizar. Eigenlijk. Je bent geschokt, hè? Je bent een beetje doodgeschokt. Het is zo pril nog. Dus daarom is het juist fijn om even aan elkaar te laten zien dat iedereen gedaan. Iedereen heeft zich op zijn eigen manier natuurlijk een beetje voorbereid al. Ik dacht dat je ging zeggen aan elkaar voelen. Ik dacht van, oh, dat is niet de bedoeling. Gewoon lekker met iedereen te lullen over hoe is het voor jou en wat heb jij met Stork of wat heb jij met anderen. Ik dacht het heel fijn om het van haar zelf te horen in plaats van dat ik nou 10 boeken moet gaan lezen. Of wat Werner is. Ja, ze heeft echt wel naar de zin. Ja, ja. Probeer het over te overtuigen. Ja. Dat het is heel gezellig. Vinden jullie de officiële cast eng? Nou, ik vind het super leuk. Dat ze daar, ik vind het wel, zeg maar. Het is wel als er naast je komt, dat je ziet me zo. Ja, snap ik. Dus wat moeten ze doen? Komen kijken! Hey Ellen. En aan het eten. Ja. Wat doen we ook alweer na de pauze? Na de pauze dan gaan we of dansen of acteren, ligt er maar net aan wat voor dag het is. Ja, daar heb je gelijk in. Ja. Jij bent wel een danstalentje. Ja. Ja, klopt. En de laatste repetitie die we hadden was best wel bijzonder. Ja, die was heel bijzonder, want wij kregen het script te zien. Het was echt. Oh, het was zo ontzettend leuk en we kregen eindelijk een beetje een gevoel van waar het verhaal in ging en de muzieklijn van de voorstelling. Ja, daarvoor snapte ik het gewoon niet. Ik snap er helemaal niks van. Maar Jasper heeft het nu heel duidelijk uitgelegd en nu snappen we het wel. Het is mooi weer, de zon gaat langzaam onder. Na het eten wordt er gezegd, kom, ga naar een voorstelling. En ze lopen ergens doorheen en dan komen zij het terrein op. Oh, ik heb toch volgens mij tekeningen over. En op, ja, vol, moet je op. We gaan gewoon zorgen dat er iets komt dat mensen denken, wat? Wat is dit? Geweldig. Mensen moeten daarna echt weggaan en bier drinken en het terrein denken. Te gek dat dit hier komt. Dat is u. Nou, ik heb de Stork ook even gesproken. Ja. En zo gaat de repetitie bij Stork. Hopelijk heb jij Storkjes genoten van deze video. Vond je de video nou leuk? Deel hem met iedereen die jij kent. En vergeet natuurlijk niet jouw kaartjes te kopen. Tot dan. We zien jou in augustus of september.